als we dat terugreflecteren naar hoe er in de media wordt bericht. Ik heb nog nooit of zelden een talkshow gezien waarin games dezelfde plek aan tafel hebben als de nieuwe televisieserie of de nieuwe radioserie of een nieuwe podcast. En ik vind dat altijd een heel interessant standgrens dat we denken in de traditionele media, dit kunnen wij niet vertellen. Of als we het moeten vertellen, dan moet het gaan over geweld of verslaving of het probleem onder jongeren. Ja. En ik denk dat dat altijd heel erg tekort doet aan wat dit medium zoveel meer maakt. Welkom bij BM Talk. Vandaag is bij me aangeschoven Willem Hilhorst, gamearchivaris en storyteller voor het vernieuwde Museum van Beeld en Geluid. Willem, welkom. Dankjewel. En goed dat je er bent, want je moet zo gelijk weer door. Ja, ik ga vanmiddag door naar Keulen, naar de Gamescom. Een van de grootste beurzen in Europa op het gebied van games. En daar staan we om te netwerken met de bredere Europese gamesindustrie. Dus ik heb een drukke week tegemoet. En je hebt zelfs een keynote daar. Ja, klopt. Ik ga een hele talk geven over hoe wij ons game-archiveringsproces doen bij Beeld en Geluid. En hopelijk buitenlandse beleidsmakers en andere mensen interesseren voor wat wij doen in het gebied van games. Ja, want game-archivaris, vertel, wat doe jij precies? Ja, ik ben eigenlijk degene die als laatste in de lijn staat als het komt op gameontwikkeling. Dus je hebt gamemakers, die brengen hun games uit. Dat komt bij een studio, dat wordt uitgegeven over de hele wereld. En wij komen daar achteraan om te vragen van, hoi, mogen wij jullie games opnemen in ons archief? Zodat ze speelbaar zijn voor de eeuwigheid, is onze ambitie. Dus wij praten met makers om hun materiaal zo goed mogelijk te bewaren en daarmee eigenlijk games in context aan te kunnen bieden. Dus te laten zien waarom games belangrijk zijn als cultuurdragers en wat andere mensen van ze kunnen leren in de toekomst. Ja. Hoeveel games zijn dat inmiddels ongeveer? Ja, inmiddels zitten we op, ik denk, een stuk of 140 games in ons archief. Allemaal van Nederlandse bodem, van Nederlandse makers. En dat gaat van de jaren 80 tot en met nu. Dus het is een hele brede selectie. Want het is wel een voorwaarde dat het echt Nederlands moet zijn. Klopt. We hebben eigenlijk als primaire voorwaarde dat het van Nederlandse bodem moet zijn of een Nederlandse connectie moet hebben. Dus als een buitenlandse game is gemaakt door een Nederlandse programmeur, dan hebben we daar de uitzondering voor. En we richten ons alleen op originele werken. Dus als een game in Japan is gemaakt, maar wordt vertaald naar het Nederlands, dan zien we dat als een niet echt een toevoeging voor Nederlandse archieven op het moment. Dus die staan op het moment niet op de prioriteitenlijst. Okay. Maar we zijn echt dus op Nederlandse makers aan het richten. Ja. En hoe word je gamearchivaris? Wat is jouw opleiding? Of ja, mijn opleiding zit hem in film- en televisiewetenschappen met een specialisatie in game studies. En daarna ben ik het pad van de journalistiek gaan bewandelen, specifiek om mij te onderscheiden in gamejournalistiek. Ik wilde aanvankelijk heel erg onderzoeksjournalist worden, maar de eerste week van mijn opleiding kwam ik erachter dat ik eigenlijk iets wist van games en de rest van mijn klasgenoten allemaal niet. Dus ik dacht, nou, daar is mijn onderscheiding. Dus ja. Ik ben daar helemaal doorgegaan en van gamejournalistiek overgerold in dit vak. Ja. Ja. En je hebt ook even tijdens je bachelor volgens mij in Frankfurt gewerkt, bij Nintendo. Ja, bij de grote Nintendo. Ja, wat heb je daar gedaan en geleerd vooral? Ja, dat is heel interessant. Het was eigenlijk bij mij gewoon een gok. Ik ga gewoon proberen me aan te melden om daar binnen te komen voor een half jaar stage. En ik ben daar bezig geweest als digital media creator. Dus ik was verantwoordelijk voor het samenstellen, monteren van trailers en marketingmateriaal voor Nintendo in Europa. Dus dan moet je je voorstellen, die game wordt in 7 talen in Europa uitgebracht. En ik moest die game in alle 7 talen doorspelen, opnames maken en die vervolgens bepalen wat we daarvoor wilden doen voor trailers en andere marketingdoeleinden. Ja. Dus dat was eigenlijk daar al heel gericht kijken naar hoe breng je de boodschap van games over naar mensen die niet zelf met de controller in de hand zitten, want zij kijken een trailer. En dat heeft eigenlijk mij best wel gevormd om dat mee te nemen in mijn vervolgvakken en werk. Ja. Hoe staat de Nederlandse game-industrie er eigenlijk voor? Nou, de games-industrie in Nederland is eigenlijk best wel gezond. We zijn klein, maar we hebben een hele actieve ontwikkelingsscene. We hebben heel veel grote studio's die gevestigd zijn in Nederland, zowel buitenlands als origineel Nederlandse. Ja. Guerrilla Games is een grote, maar je hebt ook Triumph Studios. Je hebt ook Team Reptile, die recentelijk wat kleiner is, maar een hele grote game heeft uitgebracht. En we zien dat Nederland eigenlijk niet vast te pinnen valt op één soort game dat we maken. Duitsland, ter vergelijking, is heel erg technisch. Dus die maken alle tools die je nodig hebt om een game te maken. Maar Nederland maakt echt veel games en heel gevarieerde games. Is creatiever wat dat betreft? Ja, ik denk dat je eigenlijk dat ondernemerschap waar Nederland best wel bekend om is, van zoeken naar gaten in de markt en hoe kunnen we dat interessant opvullen, dat bij de games eigenlijk heel mooi samengaat in Nederland. Dat zien wij in ieder geval terug in de games die we archiveren. We zijn bezig met games die voor serieuze doeleinden zijn ontwikkeld, zoals omgaan met Alzheimer's, maar ook entertainment games van enorme miljoenen producties. En dat is een enorm mooie aanwinst voor Nederland als gameland eigenlijk. Ja. We hebben ons best wel goed geprofileerd in die zin.
Zijn alle partijen genegen om zich te laten archiveren? Is dat makkelijk? Nou, in de praktijk moeten wij actief samenwerken met partijen van gamesindustrie. Dus dat betekent dat wij heel erg actief uitvraag doen van hey, we willen archiveren, we willen niks verkopen voor jullie. We willen niet exploiteren, nee. We willen puur jullie materiaal bewaren voor de veiligheid. En bij de kleine ontwikkelaars zien we dat ze vaak veel makkelijker zijn. Die zeggen, oh ja, ik heb deze game gemaakt in 3 jaar en ik heb het zelf gedaan met een paar mensen die hebben geholpen en je mag dat hebben, dat is geen probleem. Bij de grotere studio's, die met name onderdeel zijn van conglomeraten uit het buitenland, ja. Daar merk je dat het heel snel al een spelletje telefoon wordt, waarbij je moet bellen met het studiootje in Nederland, dan de moederbedrijf in het buitenland en dan maar duidelijk maken, wij zijn in Hilversum, dit is Hilversum, dit is een archief, dit is wat we doen en dat is een heel lang traject. Ja. Willen ze geld zien vaak ook? Of niet? Nou, dat is wel vaak de insteek van veel uitgevers en studio's, omdat ja, games zijn commerciële producten veelal, dus ja. Geld is eigenlijk altijd de hoofdmotivator voor games. Maar we kunnen toch vaak studio's wel duidelijk maken van hey, we zijn met een nobel doel bezig. We zijn niet hier een arcade aan het opzetten. We zijn niet een speelhal waar je langs kan komen om onbeperkt je games gratis te spelen de dag dat ze uitkomen. We komen vaak heel laat aan bij games, omdat we zoveel werk hebben. Dus het geld is niet echt iets waar we nog veel tegenaan zijn gelopen. En we hebben bij Beeld en Geluid als principe, we kopen geen games. We werken alleen samen als zij een schenking doen. Precies, dus jullie betalen wat dat betreft er ook niet voor. Nee, dat zeker. Dat is ons principe voor alle acquisities bij Beeld en Geluid. En jij bent zelf een verwoed gamer, neem ik aan. Ik heb wel eens een spelletje gespeeld, ja, zeker. Ja. Is er nou iets, kijk, we zitten hier nu in in studio bij Beeld en Geluid. Beeld en Geluid is natuurlijk vooral het AV-archief, audiovisueel. Kan die AV-industrie nou iets leren van de game-industrie en andersom? Ik denk dat de AV-industrie vooral veel kan leren over de manier waarop games eigenlijk een nieuwe vorm en reactie uit de kijker of gebruiker weten te krijgen. Games weten ontzettend goed een speler te sturen naar een bepaald doel en op die manier dat gevoel beter in te laten zinken. Ik denk dat juist het feit dat je niet alleen aan het reageren bent, dus aan het kijken, maar ook aan het, ja, ik heb de term gehoord, interreactiviteit. Het is niet interactief, maar je reageert op de interactie die eruit voert. Ja. En daardoor voelt een game vaak veel persoonlijker bij een eindgebruiker. En bij veel traditionele media, zoals ik dat noem, zie ik vaak dat dat nog wel eens ontbreekt. Dat ik vaak de conversatie elders moet zoeken, op sociale media of andere uitingen van het mediavak. En bij games zit dat inherent zo mooi verwoven. Ik denk dat daar best wel wat lessen uit zijn te halen voor makers in de traditionele media. Ja, en andersom, kan de gamesindustrie ook iets leren van de, nou, van de broadcast business? Ik denk het wel. Ik denk dat de gamesindustrie zichzelf heel erg geplaagd ziet door het stereotype beeld. Als ik jou vraag hoe ziet een gamer eruit, dan zie je een klein, waarschijnlijk wit jongetje op zijn zolderkamer in het holst van de nacht doorspelen. En dat beeld gaat helemaal niet meer op. Maar we hebben best veel moeite om dat als gamesindustrie uit te dragen naar de buitenwereld. 49% van alle spelers zijn vrouwelijk, maar dat zie je niet gerepresenteerd in de media. En ik denk dat traditionele media daar de laatste jaren Hoeveel zeg jij? Hoeveel procent? 49%. Dus het is echt de helft. Ongeveer de helft is ook is echt vrouwelijk speler. En die zegt ook, ik speel dagelijks games. En dat is ontzettend waardevol. Alleen, ja, weet je, dat is iets wat heel moeilijk is uit te dragen, omdat het publiek wat je ziet, de mensen op het podium, de makers, zijn nog altijd vaak witte mannen. Ja. En dat maakt het super moeilijk om aan te geven waar dat kantelpunt hem in zit. Dat games nog altijd heel erg worden gezien als een ander medium. Dat zijn games, dat is media. Ja. En ik denk dat daar veel meer overbrugging kan plaatsvinden door te kijken naar traditionele media. Door niet in te spelen op het publiek wat er al is, maar juist breder te denken. Hoe kan ik vertellen waarom dit spel zo bijzonder is, zonder dat het afschrikt omdat ik je een controller in de hand geef. Ja. Zie je bijvoorbeeld dingen op televisie, zou je kunnen zien ontstaan om games inderdaad meer toegankelijk te maken? Ja. Heb je bijvoorbeeld programmavoorbeelden waarbij dat zou kunnen? Nou, ik ben zelf altijd heel erg geïnspireerd geweest door een format als Zomergast, om een gek voorbeeld te noemen, waarbij je echt een lange conversatie met een maker hebt die heel specifiek kan zeggen, dit is wat mij inspireert en dit is de reden waarom. En games lopen vaak vast omdat je die interreactiviteit nodig hebt. Je hebt dat speelbare nodig. Maar ik denk als iemand je daar doorheen begeleidt, dus echt kan uiten aan iemand van, hey, dit zijn spellen, dit is waarom ze bijzonder zijn en ook de variatie daarin, weet je. Wij hebben dus inderdaad spellen die gaan over rouwverwerking. Maar we hebben ook spellen waarin je de standaard schietspelletjes speelt. Ja. Maar we hebben ook educatieve spellen. Daar zit zoveel marge in, dat ik denk, als je dat kan weergeven, dat mensen opeens zien,
oh, die James, ik dacht altijd dat dat niet voor mij was, maar dan, dat kan gewoon. Ja. We hebben straks ook de Dutch Media Week, waar Zeker. Games ook onderdeel van zijn. Daar ben je ook mee bezig, om dat te programmeren. Hoe steek je dat in? Waarom is het belangrijk dat games ook daar zijn vertegenwoordigd? Nou, ik denk inderdaad dat games in Nederland misschien in de traditionele media niet veel naar voren komen, maar ze zijn absoluut essentieel in als we kijken naar aandacht voor mediaontwikkeling in Nederland. Alle studio's die verspreid zijn over Nederland halen best wel wat opbrengsten op en zijn dus ook essentieel onderdeel van ons medialandschap. Dus ik denk door ze juist diezelfde plek te geven in een Dutch Media Week op hetzelfde niveau te presenteren, iets wat we in het museum ook doen, juist daarmee laten we zien dat games niet een trend zijn of iets is wat alleen voor een jongere doelgroep bedoeld is. Dus ik denk juist dat die erkenning is belangrijk, maar het hoeft niet validering te zijn, want games, ik denk dat games van zichzelf al een validatie zijn, het is een belangrijk medium. Maar juist om dat op datzelfde podium te zien, kun je dat uitdragen naar anderen. En daar zit de waarde in. Ja, sterker nog, games is de wereldwijde, wat er in games omgaat aan geld, is groter dan de hele AV-industrie bij elkaar. Precies, en dus, dat vind ik een prachtige statistiek. Maar als we dat terugreflecteren naar hoe er in de media wordt bericht. Ik heb nog nooit of zelden een talkshow gezien waarin games dezelfde plek aan tafel hebben als de nieuwe televisieserie of de nieuwe radioserie of de nieuwe podcast. En ik vind dat altijd een heel interessant standgrens dat we denken in de traditionele media, dit kunnen wij niet vertellen. Of als we het moeten vertellen, dan moet het gaan over geweld of verslaving of het probleem onder jongeren. Ja. En ik denk dat dat altijd heel erg tekort doet aan wat dit medium zoveel meer maakt. Ja, wat zijn momenteel de trends in jouw industrie, zal ik zeggen maar even? Ja, trends zijn altijd super fluïde, omdat games heel nauw samengaan met technologische ontwikkeling. Dus we zien dat de laatste jaren gamemakers kijken naar technologieën als mixed reality, virtual reality wordt steeds beter, dus steeds verder ontwikkeld. AI is interessant, maar ik denk dat procedurele generatie, iets wat in games al heel veel gebeurt, waarbij een level zichzelf continu opnieuw ontwerpt op basis van hoe de speler speelt, dat doen we al jaren in games. Dus AI is helemaal niet zo'n heet thema, behalve als je het hebt over generatieve AI voor het maken van personages. En daar is best wel veel kritiek op vanuit de gamesindustrie, omdat ze zeggen, ja, we zijn werkers, we maken kunst, we maken games. We willen niet zo dicht ons vernauwen aan die AI, omdat dat ons vak eigenlijk wat tekort doet. Dus ik denk dat de technologie en trends die zich doorzetten, dat vooral zit inderdaad in zaken als die virtual mixed reality. Dat is gewoon nog steeds een blijvend thema. Ja. Daar liepen ze al 10 jaar geleden aan de voorfront mee en dat loopt nog steeds. Dus ik denk dat die doorontwikkeling een lange termijn veel meer impact gaat hebben dan een AI, in ieder geval op de gamesindustrie. Ja. En even nog over Dutch Media Week. Ja. Hoe ziet dat programma er ongeveer uit? Wat zijn jullie hier van plan? Nou, op de woensdag is de wat we noemen de Dutch Game Day. En dat is een grote dag waarin de Nederlandse gamesindustrie samenkomt. Er zijn conferentietalks en de avond wordt besloten met de Dutch Game Awards, waarbij de belangrijkste games van Nederland een prijs worden uitgereikt. Ook hebben we een publieksdag en de publieksdag vindt plaats in het weekend en dat wordt gepaard door juist games heel erg in het zonnetje te zetten. Dus we hebben een grote Rocket League, een soort e-sport competitie. We hebben ook daarnaast wat andere activiteiten met andere partners uit de gamesindustrie. Dus ik denk dat dat een mooie balans is. Aan de ene kant die industrie uitlicht en aan de andere kant juist voor mensen toegankelijk maken van hey, games zijn eigenlijk voor iedereen. Dus ik hoop dat, weet je, aan de ene kant, waarschijnlijk komen er veel kinderen op af, maar die nemen hun ouders mee en die denken, hey, wacht eens even, dat is ontzettend waardevol voor ons. Ook hebben we een expositie voor 30 jaar Power Unlimited. En dat is ook wel heel vet. Dat is een groot gametijdschrift uit Nederland. En die geven in ons museum een prachtige expositie van hoe 30 jaar games zich heeft ontwikkeld. En ik denk dat ook mooi een inzicht geeft. Ja, even nog over dat e-sport. Ja. Dat is eigenlijk weer een fenomeen op zichzelf. Zeker, ja. Ja. Hoe kijk je daarnaar? Is dat iets wat misschien ook als een soort breekijzer kan fungeren naar meer acceptatie voor games? Ik denk dat het die potentie heeft. Ik denk ook dat e-sports aan zich heel erg lastig is, omdat het publiek wat het kijkt is enorm, maar het is heel erg gesegmenteerd. Dus het is wereldwijd, mensen vanuit China, Amerika, Afrika, over de hele wereld kijken naar dat soort games. En daar kun je heel moeilijk je vinger erop leggen als je er niet al in verbonden bent. Ik denk dat als ik nu een Rocket League toernooi voor jou zou aanzetten, dat je best wel zou kijken, waar ben ik naar aan het kijken? Wat doe ik hier? En die balans doorbreken blijft nog steeds moeilijk, zeker als het op e-sports aankomt, want sport is een narratief vertellen. Je wil zeggen, dit is die speler, die is vandaar gekomen en die gebruikt nu die technieken om beter te worden. En dat je daarin kan meeleven als kijker is best wel moeilijk als je games aan zich nog een best wel ongrijpbaar thema vindt. Ja. Dus ik zie potentie in e-sports. Ik denk ook dat we de bubbel misschien een beetje voorbij zijn, omdat veel van
de bekende e-sport leagues nu langzaam aan het terugschalen zijn. En dat is gewoon een, ja, games worden doorontwikkeld. Mensen vallen af van bepaalde games, want die vinden het niet meer interessant. Dus de scene wordt kleiner, dus de aandacht wordt kleiner, dus het geld wordt kleiner. Dus je ziet eigenlijk daar de langvastigheid die bepaalde sporten kunnen hebben en sportprogramma's, die vallen in games nog af en toe een beetje in het niet. Ja. Wat is nou een game waarvan jij zegt, die is eigenlijk onderschat? Of die zou, dat zou eigenlijk, die zou eigenlijk breder geaccepteerd moeten zijn? Ik denk dat dat vooral te zoeken is een bij Nederlandse game, hè? Dan. Ja, voor Nederlandse games. Ja, ik denk zeker dat je dan moet kijken naar wat er gebeurt op het gebied van de onafhankelijke ontwikkelaars. Kleine ontwikkelaars weten heel goed bepaalde tools naar hun hand te zetten om een hele compacte, maar sterke ervaring neer te zetten voor een gebruiker. Ik denk eentje die afgelopen week is uitgekomen, is heel interessant. Ik noemde net al Team Reptile. Dat is een groep uit Hilversum die hier zit. En die hebben een game gemaakt die heet Bomb Rush Cyberpunk. Ja, precies, een gamenaam. En dat is een spel die zich helemaal afspeelt in een stad genaamd Nieuw Amsterdam. En het is in een stijl gedaan alsof het een levende animatie is. Het is een hele dikke cartoonachtige lijnen. En je bent eigenlijk een soort rebelse skater die overal gravity aan het spuiten is om maar tegen de gevreesde politie van die stad op te treden. En het is een heel ander soort game dan dat je zou verwachten van een studio van, ik denk dat ze met een man of 15 zijn, max. Maar ze zetten zo'n sterk product neer, dat is ongelooflijk voor Nederlandse kunnen. Okay. Dus ik zou die zeker uitlichten voor mensen die denken van, dat is tof. Als je ietsjes toegankelijker wil, dan vind ik ook een spelletje wat heel leuk is. Dat heet Mealtime. Dat is door één persoon gemaakt. En dat, je speelt een klein paddenstoelpersoontje die met een grote rugzak op een rug rondloopt en allemaal post gaat bezorgen aan bosbewoners. En het is heel simpel. Je praat eigenlijk vooral met die bosbewoners. Je leert waarom ze brieven naar elkaar sturen. Dat is voor kinderen, neem ik aan. Nee, eigenlijk voor iedereen is het bedoeld. Het valt in games in het genre wat we wholesome noemen. Dus heel fijn, heel vrolijk. Er zit geen geweld in, er zit geen weinig actie in, maar je bent zelf het verhaal aan het scheppen door met anderen te praten. Dus het probeert games juist heel erg anders te laten zien in plaats van die actie en tegen een politiemacht optreden in Nieuw-Amsterdam in Bomb Rush Cyberpunk. Of je gaat post bezorgen in het bos naar andere bosbewoners. Maar ik denk dat ze allebei van enorme meerwaarde zijn voor hoe breed dat Nederlandse spectrum weer is. Zou jij zelf geen game willen ontwikkelen? ik heb het ooit overwegen. Op de middelbare school heb ik me daarvan af laten praten, omdat ik niet goed was in wiskunde. En dat was nodig, dat moet je wel zijn, of niet? Nou, dat is mij vroeger altijd verteld. Maar hoe meer ik praat met ontwikkelaars, hoe meer ze zeggen, ik kan daar ook niks van. Maar er zijn zoveel goede programma's die het toegankelijk maken, waarbij je eigenlijk een soort beslisboom aan het schrijven bent. En dat is wat een speler doorloopt. Ja. Dus als je hier ja zegt, dan ga je naar B en anders ga je naar D. En ja, ik denk dat ik het tegenwoordig misschien zelf ook wel een beetje zou kunnen proberen. Maar voor nu hou ik me lekker op de afstand bezig. Ik denk dat die afstand ook wel gezond is in mijn vakgebied op het moment. Ja. Maar misschien als ik ooit te veel tijd over heb, je weet het nooit, hè? Hey, nou leuk. Wil je nog wat kwijt? Zijn we nog iets vergeten? Nee, ik denk, ik ben gewoon heel erg trots op onze Nederlandse gamesindustrie en dat wij dat hier bij Beeld en Geluid kunnen vereeuwigen en ook duidelijk maken dat games net zo waardevol zijn als andere mediavormen. Ik hoop dat we dat kunnen meenemen naar de bredere media, naar Nederland aan zich, om te laten zien hoe gevarieerd en hoeveel rijkwijde de Nederlandse gamesindustrie heeft. Dus dat is dankjewel. Mooi. En veel succes in Keulen. Dankjewel. Okay. Tot zover bij BM Talk. Mijn volgende gast is voor u een vraag en voor mij nog veel meer. Tot de volgende keer.